hier bij elkaar. Om Rut te feliciteren. Een boek. Een dvd. Dan kunnen wij nog wat van leren. Ik ben blij dat we in deze mooie accommodatie van het stadion van AZ te gast mogen zijn. En verheugd dat ik zo meteen het eerste boek kan overhandigen aan Louis van Gaal, met wie ik 2 jaar bij Sparta heb gevoetbald. Louis, dit is mijn biografie en nogmaals, ik vind het een hele eer om aan jou mijn eerste boek te overhandigen. En ik hoop dat je veel leesplezier eraan hebt. En misschien komt ooit jouw biografie ook nog eens uit. Daar zal ik ook graag aanwezig zijn. Bij deze wordt je luid geworden. Oké, dankjewel. Ruud komt over als een heel sympathiek mens. En dat heb ik altijd in hem benijd. Want eigenlijk ben ik een hele aardige man. De rest laat ik maar binnen. Maar Ruud had iets als voetballer. Het leek simpel. Het leek simpel. Maar hij scoorde overal. Hulde voor een niet vergeten spits, Ruud Geels. Ik dank je wel, Ruud. Dit is mijn boek, Klaas-Jan. De uitreiking is geweest 13 november. Om 16:45. Heel erg druk geweest. Heel veel belangstelling. Ik wil dit exemplaar speciaal aan jou overhandigen. Het is een prachtig verhaal. Ik hoop dat je er misschien wat aan kan hebben in je verdere carrière. Met een prachtige dvd. Met een hoop doelpunten, onder andere van Ajax daarbij. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt. En ik weet daar zeker dat er over jou, over een aantal jaren, ook zo'n prachtig boek zal gaan verschijnen. Dankjewel. Je kende Ruud Geels als topschutter uit de jaren 70, begin jaren 80, na het lezen van een gedeelte van het boek. Wat voor een indruk maakte hij op jou? Ik ben nog in zijn jeugd, dus toen speelde hij heel veel op straat en altijd voetballen. En ja, dat herken je natuurlijk wel, dus je weet wel een beetje hoe dat ging. Af en toe een beetje kattenkwaad uithalen en de rest eigenlijk altijd met de bal bezig. Dus dat is wel herkenbaar, denk ik, voor velen. Ja, je ziet een stukje van jezelf terug? Ja, gewoon altijd spelen. Eigenlijk totdat het donker werd, dat je naar binnen werd gesleurd. Dat herken je wel. Dat is wel leuk om te lezen ook. Even kijken. Ja, deze ken ik, ja. Springt hij zo overheen. Tegen Van Hanegem was het. Geels ontdekte al heel snel dat hij een goaltjesdief was. Was dat bij jou ook het geval? Ja, je ontdekte wel natuurlijk dat je makkelijk scoort. Dus dat merk je wel aan de statistieken. En als je die statistieken van hem ziet, dan is dat natuurlijk ook fantastisch. Er staat ook een stukje achterin met alle jeugdelftallen waar hij gespeeld heeft. In zijn jeugd van 7 tot 14, geloof ik, of zo. Overal staan getallen bij hoeveel hij gescoord heeft. Dus hij zat er over de 1000 doelpunten. Dus Romario die was daarna op zoek, maar Ruud Geels had het al gemaakt. Ja. Wij zijn zo vrij geweest om voor Klaas-Jan Huntelaar, voor jou, okay, ook een prognose te maken. Je bent al een eindje op weg. Je zit nu al tegen de 250. Maar volgens de telling à la Romario, mm-hmm, zou je op een respectabel aantal uitkomen. Kijk, heb je allemaal nagegaan? Ja, ongeveer. Ja? Ah, dat is wel aardig, toch? Ah, hij is nog lang niet de 1026 die Ruud Geels heeft. Maar ik heb nog een aantal jaartjes, dus wie weet komt er nog.